De ASO van de week rijdt in Vinkeveen en is een mysterieuze bloembakbeuker. De bakken zijn juist neergezet om hardrijders te dwarsbomen. Maar deze ASO-bestuurder is het daar duidelijk niet mee eens. Op meerdere beveiligingscamera's wordt vastgelegd hoe hij in zijn rode Ford K tegen de bloembakken duwt om deze aan de kant te krijgen. Uit een van de bakken zijn zelfs al plantjes gestolen. Maar wie denkt dat het hiermee klaar is, heeft het mis. Want precies 2 dagen later wordt een rood busje gesignaleerd. Of we hier te maken hebben met dezelfde bestuurder is niet duidelijk. Maar heel toevallig is het zeker wel. Met dit zwaardere geschut lukt het beter om de bak aan de kant te krijgen. En voor de bewoners is het een raadsel waarom geprobeerd wordt de bakken te verplaatsen. En laten we eerlijk zijn, de bakken zijn een beetje verplaatst en er zijn een paar plantjes gestolen. Terwijl de schade aan de voertuigen op moet zijn gelopen tot honderden euro's. Laten we hopen dat dat het waard is geweest. Heeft u zelf iets gefilmd? Stuur de beelden door. Wie weet komen uw beelden de volgende keer in ASO van de week. What the fuck, man?